Er worden steeds meer warmtepompen geplaatst en daarmee ontstaan er ook nieuwe juridische discussies. Immers, warmtepompen produceren geluid en in het burenrecht is bepaald dat je geen onrechtmatige geluidshinder mag veroorzaken. Maar ja, waar ligt de grens en hoeveel geluid mag een warmtepomp dan produceren? Ik ga je uitleggen hoe het allemaal zit en ik geef je tips hoe je ervoor kunt zorgen dat jij en je buren een goede relatie met elkaar houden. Maar eerst even dit. Ons YouTube-kanaal over wonen in je eigen huis bestaat door het enthousiasme van nu al bijna 4000 abonnees. Help ons groeien. Word ook gratis abonnee. Klik op de link hieronder en klik ook op de bel. Dan krijg je steeds bericht als er weer een nieuwe video voor je klaar staat. Ik ben Theo Heus, NVM-makelaar bij Digimakelaars, de makelaar van Nederland. En ook jouw huis kunnen we verkopen tegen een scherp tarief en met de allerbeste woningmarketing. Ik ben al meer dan 25 jaar makelaar en ik vind het geweldig om alles wat ik weet met jullie te delen op dit kanaal. Hoe zit het eigenlijk met het geluid van een warmtepomp of van een hybride warmtepomp? Een warmtepomp die bestaat doorgaans uit een binnendeel en een buitendeel. En het gedeelte dat dan veel geluid produceert, zit juist in het buitendeel. Daar zit dus de ventilator en de compressor. En die twee onderdelen, ventilator en compressor, veroorzaken het geluid omdat ze op verschillende toerentallen draaien. En dat geluid dat wordt dus harder als het koud weer is, omdat de warmtepomp dan harder moet werken. In de zomer hoeft de warmtepomp minder hard te werken door de zachte temperaturen en daardoor is er dan weer minder geluid te horen. Officieel is dat geluid al sinds 2012 begrensd tot maximaal 70 dB voor de grotere warmtepomp en 65 dB voor de kleintjes. Hoeveel geluid jouw apparaat maakt, dat vind je terug op het energielabel. Er is ondertussen ook al jurisprudentie over geluidsoverlast door warmtepompen. Maar er is sinds 2021 een nieuwe regel bijgekomen. En die regel die gaat over de geluidsdruk op de erfgrens. En die geluidsdruk op de erfgrens die staat wel al sinds 2012 in het bouwbesluit. Maar wat staat daar dan nu? Daar staat dat een warmtepomp op de erfgrens maximaal 40 dB aan geluidsdruk mag produceren. En dat geldt alleen voor woningen, dus voor nieuwbouw en bestaande bouw. Die geluidseis van 40 dB die geldt voor de periode tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Overdag mag het geluid niet meer bedragen dan 45 dB, ietsje harder dus. Het gaat dan om het geluid dat de warmtepomp produceert als hij op vol vermogen draait. Nou, met die landelijke geluidsnorm worden buren dus beter beschermd tegen het geluid van de warmtepompen en wordt de ontwikkeling van stillere warmtepompen bevorderd. Je moet dus, en zeker als je in een rij woont of in een 201 kapwoning, goed opletten dat jouw warmtepomp zo ver mogelijk van de erfgrenzen komt te staan. En daarvoor denk ik dat je met een gespecialiseerd bedrijf moet kijken hoe dat werkt. Het is natuurlijk het beste om dat te regelen voordat je alles hebt geïnstalleerd. Nou, hoe kun je die overlast zoveel mogelijk beperken? Trouwens, niet alleen voor de buren, maar ook in je eigen tuin wil je niet de hele tijd in het gebrom zitten of last hebben van laagfrequent geluid van je warmtepomp. Dit zijn de tips om een warmtepomp te plaatsen en je buren zo min mogelijk overlast te geven. Tip 1. Plaats de warmtepomp zo ver mogelijk van de erfgrens. Tip 2. Zorg ervoor dat er een goede geluidsdempende kast om de buitenunit heen komt. En zorg er dan ook voor dat de unit op een geluidsdempende ondergrond is geplaatst of in ieder geval professioneel aan de muur wordt bevestigd, waarbij die geluidsoverdracht op de muur zoveel mogelijk wordt beperkt. Tip 3. Probeer de verwarmingstemperatuur zo laag mogelijk te houden. Dat kun je doen door vooraf te bekijken of je zoveel mogelijk hebt geïsoleerd en als je radiatoren hebt, vooraf ook te testen of je huis bij lagere watertemperaturen ook warm wordt. Zorg voor het juiste vermogen van je warmtepomp. Dat is dan tip 4. Laat dit goed uitrekenen door een specialist. Een te kleine capaciteit van je pomp geeft dat hij de hele tijd te hard moet draaien en dus veel meer geluid geeft dan je eigenlijk zou willen. Tip 5. Kies voor een warmtepomp met dag- en nachtinstelling. Dan heb je 's nachts minder geluid als de pomp toch aanspringt. Het is trouwens ook vriendelijker voor je elektriciteitsrekening. Tip 6 is, check het energielabel met betrekking tot het geluid. Hoe lager het geluid van de pomp, hoe dichter jouw pomp bij de erfgrens kan staan. Tip 7. Kies voor een modulerende warmtepomp. Die varieert het vermogen en hoeft dan niet steeds aan en af te slaan. Dat geeft minder lawaai, maar zorgt ook voor een constantere verwarmingstemperatuur. Ik weet zeker dat als je deze tips volgt, het helemaal goed komt met jou, je buren en de warmtepomp. Vond je dit een goed verhaal? Geef de video dan een like en deel hem met je vrienden. Abonneer je hieronder op ons kanaal, klik op de bel en dan blijf jij op de hoogte. En wil je alles weten over subsidie, op isolatie en op duurzaamheid? Kijk dan nog eens eventjes naar die video hiernaast.